Yo, what's up everyone en welkom terug bij deze verplichtend nieuwe aflevering van Matthijs van der Survival Island. Zoals jullie weten was ik de vorige keer gebleven bij, wat was ik ook aan het doen? Ik was haven aan het doen, dat was het. En ik ben nu daadwerkelijk, zeg maar, hoe lang geleden? 3 dagen geleden jaar geweest, of 2 dagen, wat is het nou precies? Ik weet niet precies wat het is. Maar ik ben laatst jaar geweest en het was super leuk. Bedankt voor iedereen die om mijn verjaardag is geweest en die het kijkt. Het was super tof dat jullie er waren. Het waren best wel wat mensen, dus... Niet belachelijk veel. Jullie denken waarschijnlijk, ja, Matthijs is populair en shit. Nee, het waren gewoon een normaal aantal mensen. Omdat heel veel mensen konden ook niet trouwens. Dat is een beetje jammer. Maar oké, daar gaat het nu even niet om. Zoals je weet, we waren vorige keer bezig met het maken van de haven. Daar zo zijn we niet heel druk mee geweest. Maar het is wel een mooie haven geworden op zich, vind ik. Nou, kijk, aanschouw en beschouw en shit. En dan zie je hier zo Dolby. En de fontein natuurlijk. En wij waren ook weer bezig met welke opdracht gaan maken. Maak een voortuin. Ik kan zeggen maak een fontein, want die hebben we al. Maak een voortuin en maak een haven. De haven die hij is nog niet helemaal af, vind ik. Maar ik weet niet precies wat het is. Ik denk dat ik iets met fences moet doen of zo. Dat is altijd wel fashionable. Nou, ik heb even allemaal sticks gemaakt. Dat doe ik zo. Boom. Ik dacht dat er fucking veel zouden worden en valt vies tegen. Sorry, ik liet een boertje. Zo heb ik er 25. Okay. Doe ik hier zo of doe ik dit? Vind ik al mooi. En boom. Dan doe ik hier zo, doe ik die en boom. Dan plaats ik dit. Zo. En jee. Zo. Dan plaats ik het zo. Dan heb je zeg maar een beetje zo'n ingangachtig iets. En dan doe ik hier zo, denk ik, ook nog even. Ik wil even dit, denk ik. Hier de held van. Die verander ik even in normale woede. Woede, die woodpack hoor. Dan doe ik zo. En dan verander ik dit even in zo'n randje. Want als ik dit in een randje verander, dan scheelt dat. Wat scheelt het dan? Scheelt helemaal niks eigenlijk. Oh, kijk de beest. Fucking lelijk. Zie hem. Kijk hem gewoon, kijk hem eens. Dit neem ik echt best wel laat op. Tenminste, later dan ik het normaal opneem. Het is nu 10:30. Het is niet laat, zeg maar. Maar voor mijn doen is het een late opname. Ik weet dat er mensen zijn, zoals Milan en shit. En die nemen nog dingen op om 2:00 s'nachts. Maar het punt is dat zij kunnen dat doen. Omdat zij wonen of op zichzelf. Of in ieder geval niet meer bij hun ouders thuis. En ik woon gewoon nog bij mijn ouders thuis. Dus ik heb niet heel veel opties dan... Gewoon 's middags en 's ochtends opnemen dan dit. Want dit is zeg maar het laatste ongeveer wat ik kan opnemen. Want die moet je nou ook nog renderen. En dan zou ik eigenlijk daarna nog ook nog moeten gaan slapen. En voor mijn ouders moet ik namelijk om 11:00 in bed liggen. Lukt nooit, maar dat maakt nog niet uit. Dat vinden ze ook helemaal niet erg dat niet lukt. en dan kun je misschien zeggen, oh Matthijs, je luistert naar je ouders. Ja, maar wat heeft nou voor nut om niet naar je ouders te luisteren? Ja, echt mensen nu kapot haten op mij omdat ik naar mijn ouders luister. Is goed, is niet erg. Mag je doen. Is lekker. Het is niet erg. Ik ga deze vervangen, deze shit. En dan doe ik dit erin zetten. Vind ik wel mooi. Zo. En dat doe ik wel 2 hoog. Want dat zijn echt van die dingen... Oh, kut, ik val in de mine. Want het zijn echt van die plekjes en daar... daar gaan zeg maar die mobs dan overheen klimmen, weet je wel. Zo, ik doe het zo. Snap je? Dat zijn van die plekjes en dan denk je die mobs van, moet je zien, een mooi plekje om overheen te gaan. Eigenlijk slaat het helemaal nergens op, want ik heb gewoon, daar zit gewoon een gat. Daar kunnen ze ook gewoon naar binnen, dus eigenlijk best droog dat ik daar zo, okay, fuck it. Zo. Die mee. Zo, sexy. De voortuin die begint wel echt vorm te krijgen, dat vind ik wel chill. Dan ga ik denk ik... Het huis van binnen een beetje fashionable maken. Of nee, wacht. Ik ga buiten. Ga ik even wat lantaarnpalen en zo neerzetten. Dat ga ik doen. Dat is een goed idee. Maar dat is een heel goed plan voor jou. Weet ik. Dankjewel. Ik ga een paar lantaarnpalen neerzetten. En dan ga ik doen op de volgende manier. Ik ga allemaal fences maken. Ik heb al een paar. Maar ik ga er nog veel meer maken. En dat doe ik natuurlijk met sticks. Met Rico en sticks. Nee. Ik heb trapdoors gemaakt. Oh, fuck dit. Ik moest eerst sticks maken. En dan natuurlijk in die... Nou, met trapdoors kan ik waarschijnlijk ook wel iets plantenbakken maken of zo, weet ik het. Fucking hell, ik wil kut trapdoors. Daar kan je ook gewoon helemaal niks mee, weet je wel.
Soms dan maak je misschien iets en dan denk je, oké, nou, ik heb er niet zoveel aan, maar ik kan er tenminste nog iets mee. Maar hier kan ik helemaal niks mee. Fucking hell. Kut. Oké. Nou. Neem ik die. Ik kan het wel met glowstone gaan doen, maar... glowstone, dat moet je natuurlijk eerst gaan zoeken en dat is niet zo makkelijk om te vinden. Zou ik... Even... Ja, ga ik doen. Ik zeg daar zo heen. Dat, echt drie keer gewoon ook. Ik ga dit even weghalen, deze twee. En dan doe ik zo. Oh, fucking mis, jongen. Ik heb een fucking lelijke schil. What the fuck, hoe ga jij ook weg? Oh ja, ik heb timmermat erin. Daarom gaat het allemaal weg. Zo. Ik zeg daar zo heen. Fuck je. Grapje. Ik deed zo of ik stikte, maar ik stikte helemaal. Oké, zo. Doe ik een beetje zo. Doe je wel? Zo, een beetje helemaal de shit. Je weet zelf. Alright. Dan doe ik denk ik wel even... Hier zo een lantaarnpaal. Dan moet ik even iets omhoog. Dus doe ik zo. Boom. Nou, dat is dus op dit moment is, moet dat een lantaarnpaal voorstellen, oké? Okay? Accepteer het, respecteer het en epibreer het. Oh, wow, check dat paard. Dat is een geestpaard, kijk hem. Oh, nice, er komt een slime uit en die geeft me slimeballs. Awesome. Alles nog iets? Oh, damn. Fucking, is dat een werewolf of een normale wolf? Volgens mij een normale wolf. Hij is dood. Joe, ik heb spullen. Wat is dat? Het is een kwal, lol. Zijn er nog andere mensen vrijwillig zichzelf aan het aanmelden om te vechten met mij? Want dan kom erop, zeg maar. Even kijken, hoe hoog is die ander? Die is nog eentje hoger. Boom, boom. Chill. Nou, ja, kiekers. Is toch mooi dat ik kan. Vind ik ook mooi. Ik ga dit even mooi afwerken, zo. Zie je? Nou, prachtig. Dat ga ik aan de andere kant ook doen, want het moet wel een beetje symmetrisch zijn natuurlijk. Voor de mensen die niet weten wat symmetrisch is. Symmetrisch betekent dat de ene kant hetzelfde is als de andere kant. En dit noemen ze dus symmetrisch. Want dit ziet er nu hetzelfde uit als die kant. Symmetrisch. Is dat een normale creeper? Dat is gewoon een normale creeper. Niet dat ik door die moleculaire mot in één keer een of andere bijzonder charged creeper erin heb staan ofzo. Kijk, Joe. Die is ook dood. Konjo. Wat ga ik nog meer doen? Ik moet even nog meer lantaarnpaal inzetten. Doe ik hier nog een. Voor de YOLO. YOLO. YOLO vind ik echt een kut woord, maar ze zeggen het toch op zich best wel vaak. En dat is best wel lelijk eigenlijk. Dat heb je met heel veel woorden. Dat je, eerst denk je van, wat een kut woord, dat ga ik echt nooit gebruiken. Maar dan op een gegeven moment kom je in één keer achter zo. Echt zeg maar een week later zo van, wacht eens even. Ik gebruik het dagelijks. Ik wil me een beetje op dezelfde lijn hebben. Is het deze? Het is deze volgens mij. Volgens mij moet ik hem hier hebben. Ik weet niet zeker, maar volgens mij. Zo. Zo. Lantern Paul. Wat zou Engels zijn voor Lantern Paul? Voor Lantern Paul bedoel ik. Als je het zeg maar echt niet zou weten, wat zou jij dan denken dat wat het Engelse woord voor Lantern Paul zou zijn? Ik zou zeggen Lantern Paul. Dat lijkt me logisch toch? Lantern Paul. Want het is een lantaarn. Een lantaarn in het Engels is lantern. En dan heb je paal, dat is Paul. Dus heb je Lantern Paul. Maar het klinkt zo droog nu, omdat je weet dat het niet Lantern Paul is. Dus het klinkt nu heel droog. Even kijken, dan zet ik hier nog één neer, zodat Dolby een beetje verlicht is. Dolby, ja. Je moet ook nog even zijn hok een beetje gaan verbeteren, want het is echt wel een lelijk hok. Sorry Dolby, ik zie dat je boos zou worden. Dan doen we hier nog één, bij jezelf. Aard. Boom. Dan doen we die weg. En dan hier in de midden moeten we iets hebben, jongens. Wat kunnen we hier in de midden bouwen? Laat even een reactie achter wat we hier in de midden kunnen bouwen. Want het is nu echt leeg en ik wil er wel iets neerzetten. Want ja, ik hou het niet zo van als het echt zo leeg is. En er moet wel iets vets zijn. Dus niet van, ja, bouw er een tunnel. Dat is echt lelijk. Zeg dan op zijn minst van, ja, bouw er een ondergronds wapenopslag. Zo, weet je wel, zoiets dergelijks. Niet dat ik fucking veel wapens heb en niet dat er zoveel verschillende wapens zijn. Swords. Maar dat is echt gewoon alles, zeg maar. Dus verzin iets leuks. Voor hier zo in het midden. Zodat ik dus dit donkere vlak een beetje kan opvullen met een beetje licht. Weet je wel? Ja, ik ga denk ik die ogre vechten. Maar niet nu. Ja, niet nu. Ik ga een keer met ze vechten, maar niet nu. Oké, nu wil ik slapen. Maar dan moet ik echt wel snel zijn. Anders gaat hij mij vermoorden. Oh fuck, volgt hij nou? Nee, ik dacht dat hij mij ging volgen. Oh damn. Ik had echt hard in mijn keel zitten, jongens. Dat is niet normaal. Oh crap. Oh, ik voel me steeds. Oh, maar ik had mijn verjaardag gevierd. Wat voor cadeaus heb ik gekregen? Dat is best wel interessant eigenlijk, ik zal het even vertellen. Ik heb gekregen... even kijken, wat er nu naast mij staat. Gewoon van vrienden en familie en... weet je wel? Van mijn ouders zijn gescheiden, dus van mijn vader en van mijn stiefmoeder... heb ik... ga weg, kutbeest. Ik ga op hem schieten, gewoon voor de YOLO.
Van mijn vader en van mijn stiefmoeder heb ik een soort van workshop gekregen. En dat die workshop ga je leren. Sloopt hij nou de boel? Heeft hij. What the fuck doe je, vriend? What the fuck? Ja, kom maar hierheen. Kom maar in het water. Kan ik niks lopen? Hè? Huh? Lel. Hoor dat geluid dat hij. Hij heeft gewoon. Fuck jou, vriend. What the fuck? Je sloopt de boel, je nigger. Kijk dan. Godverdomme. Weet je hoeveel fans mij dit kost? Nou, minstens 8. En weed is ook allemaal. Ah, oh, nee, tering. Allemaal weed is weg. Ah, oh, teringlaaier. Ik mag hem nu al. Moet ik eens een ho halen? I throw my ho in the ground. Maar, ik wou dus gaan vertellen wat ik had gekregen. Dat die ogre er doorheen ging lopen. Sla met zijn teringkop. Maar ik zal even vertellen wat ik dus heb gekregen. Hè? Nogmaals. Good beast. ik heb gekregen van mijn stiefmoeder. Ik heb al uitgelegd, mijn ouders zijn gescheiden. Dan heb ik van mijn stiefmoeder en van mijn echte vader dus. Heb ik een soort van workshop gekregen. Waarbij ik leer hoe je goed met de camera kan omgaan. En acteerkunsten leer, zeg maar. Dat heb ik dus gekregen van mijn vader en van mijn stiefmoeder. Super bedankt daarvoor, want daar ben ik er fucking blij mee. Want dat is echt mijn interesse, zeg maar, mijn interessegebied. Dan heb ik van mijn moeder en mijn stiefvader heb ik een microfoon gekregen. Een studio microfoon met een studio headset. Fucking blij mee. Moet ik alleen nog even goede kabels en andere shit over kopen. En dan heb ik van twee vriendinnen van mij heb ik een pot met een hele grote pot met snoep gekregen. En nog een lief kaartje en zo, weet je allemaal. Van die soort shizzle. Gewoon lief. Shit, weet je wel. Dan heb ik van twee vrienden heb ik gewoon aftershave en weet ik wat de shit allemaal. Dan heb ik van nog twee andere vrienden heb ik een weekendje, wat was het ook weer? Paintballen met 6 andere vrienden. Dus dan kan ik 6 vrienden meenemen met paintballen en dan gaan we met z'n allen paintballen. En dan gaan we daarna nog even wat eten, ergens even uit eten en shit. En wat heb ik nog meer? Ik heb van, en dan heb ik van, van diezelfde twee vrienden heb ik ook nog, ik heb gewoon voor de grap kraskaarten gehad van die loterijkaartjes. En daar heb ik 4 euro en 2 nieuwe kaartjes mee gewonnen. Nou, helemaal fantastisch. Dan heb ik nog gewoon geld gekregen natuurlijk. Wat nog meer. Heel veel kaarten. Wat nog meer eigenlijk. Ik weet niet. Ik ben best wel tevreden zo eigenlijk met al mijn cadeaus. Ik ben vergeleken met voorgaande jaar. Ik heb echt al eens een keertje een jaar gehad dat ik dacht van, nou, dit is niet helemaal, ja, niet helemaal veel soeps en zo. Sorry. Maar ik was echt wel blij met allemaal cadeautjes dit jaar. Er waren allemaal leuke cadeautjes en iedereen was blij en iedereen was gelukkig en shit. Maar in ieder geval, ik denk, ik heb veel geluld deze aflevering. En ik wist niet echt wat ik moest doen eigenlijk. Dus laat even een reactie achter wat ik op het midden van dit eiland kan neerzetten voor een episch project. Dan zeg ik in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Dan hoop ik jullie volgende keer weer terug te zien met een nieuwe video. En dan zeg ik, doe even like, doe even aan je favorieten toevoegen. En blijf kijken naar Winston Games, want ik vind jullie awesome. Tot de volgende keer, later!